Ik teel trostomaten hier op 2,5 hectare. En op dit bedrijf telen we de variëteit geel en oranje. Waterkwaliteit is eigenlijk enorm belangrijk voor de vitaliteit van de plant. De laatste jaren zien we steeds meer dat het water wat we opvangen in de zomermaanden wat schaarser wordt. We telen op een gesloten systeem. Dus we moeten zorgen dat we een vitaal, goed, zuurstofrijk water hebben. Waterkwaliteit wordt in de tuinbouw steeds belangrijker door het wegvallen van diverse bestrijdingsmiddelen en middelen die we hadden. Omdat we water recirculeren, moet je vrijgewaard zijn van virussen, bacteriën en biofilms. Op deze tuin doen we om de 8 weken een meting. Aan de cijfers die we dan zien, gaan we een plan maken en adviseren doseringen van de Huvasan. Huvasan is een gestabiliseerde waterstofperoxide die we meegeven met het druppelen. Dus na de mengbak wordt het meegegeven op de leiding. En op die manier proberen we de biofilm weg te houden en zorgen dat het water schoon blijft. Huvasan wordt ingezet om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast kunnen wij de verspreiding tegengaan van bepaalde pathogenen op het watersysteem om zo infectieziektes richting de teelt te gaan voorkomen. Het is algemeen bekend dat Crazy Roots zich kan verspreiden via het watersysteem. De aantasting is onomkeerbaar. Dit wil zeggen dat er een preventieve aanpak nodig is en het belangrijk is om het middel gelijk in te zetten na de teeltwissel in het begin van de teelt. Crazy Roots verspreidt zich door het water, dus door het gietwater. En omdat je recirculeert, blijft het in het systeem zitten. En dat probeer je met een gestabiliseerde waterperoxide te tackelen en zorgen dat het niet uitbreidt. Huvasan is een duurzaam product, want het is chloorvrij. Het valt uit elkaar in water en zuurstof als residu. Verder is het een heel stabiel product, wat in de tuinbouw echt wel gewenst is, omdat de systemen en de silo's die worden groter en groter vanwege de schaalvergroting. Door het wegvallen van diverse bestrijdingsmiddelen, daar moeten we wel een antwoord voor hebben. En een antwoord is daar zeker op dat je zo schoon mogelijk je teelt begint. En dat begint natuurlijk bij water, want water geven we elke dag. We gaan zeker in de glastuinbouw verduurzamen. En met verduurzamen wil dat zeggen dat we het water wat we gebruiken zuinig mee om moeten gaan. Dus ook met het recirculatiewater, we gaan niet meer lozen. En moeten zorgen dat we dat gewoon kunnen hergebruiken.